Een dag na de nederlaag van Feyenoord tegen Fortuna is de rust rondom de Kuip teruggekeerd. De enkele Feyenoord-fans die er zijn, ergen zich mateloos aan de gang van zaken en vinden dat er ingegrepen moet worden. Alles gaat fout, zeg maar. Trainingen en noem maar op. Alles. Er zit niks meer bij. Waar zie je dan de oorzaak in? Nou, dan zou je eens een keer naar de overkant komen kijken hoe daar getraind wordt. Nou, het is gewoon belachelijk. Wat valt jou dan precies op? Allemaal hetzelfde, wat we 2-3 jaar achter elkaar zien. Een rondootje. Wat is dat nou, joh? Conditie, dat hebben ze haast niet. Dus, maar het is gewoon zonde voor de supporters. Elke keer zit het aardig vol. Maar ik heb nu honderden mensen gehoord die geen seizoenkaart meer nemen. De ene week spelen ze sterren van de hemel, net zoals tegen PSV. En de volgende week doen ze maar gewoon wat. Zo'n Berghuis ook. Als hij de bal niet precies in zijn voeten krijgt, dan zie je gewoon dat hij blijft staan. Ik heb Sint-Just in bepaalde wedstrijden gezien. Dat hij de bal verspeelt, die hij continu verspeelt trouwens. Ja. Maar, en dan gewoon blijft staan. Dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, in de winterstop zullen er een paar spelers verkocht moeten worden. Wie? Ja, wie? Ja. In ieder geval een goede verdediger. En misschien nog een aanvaller, want middenvelders hebben ze genoeg.